Kerstenband. Vanavond met... Jos, alias GW Sok, op uitnodiging van Jan Eilander. Vorige week de gast in de avondspits. Gastenband. Dag Jos. Dag. Je woont in een kraakpand in Amsterdam. Je bent... je maakt deel uit van de groep The X. Dat is een Amsterdamse punkband. Ja. Hoe lang bestaan jullie al als band? Nou, anderhalf jaar ongeveer. Anderhalf jaar. En waarom een band beginnen? Nou, door die punk die vanuit Engeland was overgewaaid, bleek dat het helemaal niet nodig is dat je een jaar muziekles nodig hebt om een band te beginnen. Pak gewoon een gitaar met een paar vrienden en je gaat beginnen. Ja, maar ik denk dat er toch wel wat muzikale inspiratie bij zal moeten komen kijken om muziek te maken, of niet? Ja, als je zin hebt in een band, dan begin je gewoon en dan merk je vanzelf wel of het een beetje lukt en of je het leuk vindt. Ja. Had je daarvoor al gitaar gespeeld? Nee, nooit. Ik ken het niet. En nou? Ik ken het nog niet. Ik speel ook geen gitaar namelijk. Jij zingt? Ja. Althans, dat probeer ik. Ja, en de andere leden van de groep? Die spelen bas, drum en gitaar. En die deden het al langer? Of zijn jullie ook niet. Jullie zijn allemaal anderhalf jaar geleden gewoon spontaan begonnen met het maken van muziek? Ja, dan ga je oefenen. Zo simpel als wat. Hebben jullie ook voorbeelden? Inspiratiebron? Ja, dat wisselt. Eén moment in een bepaald stadium vind je dit goed en dan weer dat. In het begin vooral die simpele punk, omdat je dat het makkelijkst kan naspelen natuurlijk. Nou, en dan later komen de andere bands die je dan wel goed vindt of zo. En dan pik je altijd wel invloed of zo van op. Maar je probeert gewoon een eigen geluid of zo te zoeken. Nou, en dat lukt of het lukt niet. Jullie zijn behoorlijk populair in Amsterdam. Ja, dat schijnt zo. Ja, vind je dat niet belangrijk? Nee, vind ik helemaal niet belangrijk. Ik vind het een beetje stom om een beetje de ster te gaan uithangen. Ik zit wel in een bandje, nou, een ander zit ook in een bandje, wat maakt dat nou uit? Ja, maar jullie maken platen, waarom maak je platen? Nou, omdat je wil vastleggen waar je mee bezig bent. En dan hoef je geen platenmaatschappij of zo te hebben, want het heeft helemaal geen zin om met je plaatje langs die maatschappij te leuren. Het gaat gewoon om, als je punk staat ervoor dat je onafhankelijk bent en blijft en dat je eigen verantwoordelijkheid neemt. Nou, dan ga je gewoon zelf platen maken. Dan heb je helemaal geen eikels voor nodig die winst willen maken op jouw product. Ja, jullie maken zelf platen. Maar wil je dan bijvoorbeeld dat die platen gedraaid worden op de radio? Nou, dat gebeurt toch niet. En dat hoeft ook niet. Ik bedoel, als ze er niet voor openstaan, nou, dan maar niet. Ik bedoel, die plaatjes die vinden hun weg toch wel naar degene die ze willen kopen. Daar hebben ze dan die radio niet voor nodig. Maar zou je het leuk vinden als jouw muziek op de radio was te beluisteren? Tuurlijk is dat wel leuk, maar het blijkt dat ze er gewoon niet voor openstaan. Je hebt het wel geprobeerd, hè? Nou, we sturen naar bepaalde programma's sturen we dan wel een plaat op, maar de meeste gewoon niet. Ik bedoel, de A-vrouw, Veronica Trost, hoef je sowieso niet te komen. Want dat is toch alleen maar op de hitparade gericht. Nou, jouw programma ook, blijkt wel. Vooral Amerikaans geheik. En je kan het alleen proberen met de VARA en de KRO, maar dan nog... het klinkt waarschijnlijk niet netjes genoeg, niet commercieel genoeg. Nou, dan maar niet, hoor. Makkelijk zo. Maar nu is het me bekend dat je het wel geprobeerd hebt bij de VARA. Probeer. Je stuurt een paar plaatjes op. En als het dan niet lukt, dan stuur je een hele boze brief terug. Dat hebben we een keer gedaan, ja. Dat was wel leuk. Maar dat begint een beetje op de techniek van de grammofoonplatenmaatschappijen te lijken. Dat is natuurlijk flauwkul. Als wij die plaats van nodig gedraaid willen worden, dan moet je hem hier gaan lopen pluggen. Nou, daar voelen we helemaal niks voor. Maar dat we hem daar opstuurden was gewoon het feit dat, tenminste dat we die brief sturen, dat ze gewoon helemaal geen aandacht aan de ontwikkeling in de Nederlandse muziek hebben. En vooral niet wat er gewoon gebeurt. Nou, ze zitten alleen een beetje eikel over helemaal brood en al die gladde geëikel van de Nietzsche en Lancé en zo. Lancé vind ik nog anders. Ach, kom nou. Ja, kijk, hij kan wel spelen en het klinkt allemaal heel mooi opgenomen zo, maar ik vind het gewoon ballenmuziek. Maar ja, dat kan wel op de radio, want het klinkt glad genoeg. Nou ja, dan maar niet. Ja, maar nog even terugkomen op het proberen je muziek op de radio te krijgen. Dus het wordt niet spontaan gedraaid door de programmamakers. Wie vind je dat uit moet maken dat de platen draaien? Nou, ik vind dat als ze discjockeys zijn, dat ze alle soorten muziek moeten draaien. Niet alleen dat slappe hark wat ze alleen maar op de hitparade gericht moet zijn. En als ze dan alternatieve muziek draaien, nou, dan is het nog allemaal van die keurige nieuwe wave en zo. Maar vind je dat ze het zelf mogen weten? Ja, kijk,
die discjockeys maken die programma's, maar het zijn altijd bepaalde figuren die eraan komen. Ja, maar dat vraag ik je niet. Ik vraag gewoon, dat is een principevraag. Vind je dat de discjockeys zelf mogen weten wat ze draaien? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een moeilijke vraag. Ik bedoel, ik ken wel hele leuke antwoorden voorzien, maar het blijkt gewoon... Dat is geen moeilijke vraag. Ik vraag je gewoon, vind je dat een discjockey vrij is om te bepalen dat, om zelf te weten wat hij in zijn programma draait? Vind je dat? Ja of nee? Lijkt me. Kijk, als ik ja zeg, dan hebben jullie allemaal een mooi excuus van, ja, nou, we draaien wat we leuk vinden. En het blijkt gewoon dat de discjockeys die hier zitten, die hebben allemaal eenzelfde soort smaakrichting. Misschien houden ze wel van muziek. Muziek? Ja, ja. Nou, maar het heeft gewoon geen zin om hierover te discussiëren. Ja, vind natuurlijk. Ik juist wel. Waarom niet? Nee, nou, omdat ik kan hier wel een heel leuk verhaal met jou gaan ophangen in 7 minuten. Maar ik draai me om en je draait toch weer die ballenmuziek waar ik helemaal geen reet aan vind. Ja, maar... En er verandert gewoon geen kloot meer. Maar als ik nou aan die muziek van jou geen bal aan vind, om het maar in dezelfde terminologie te houden. Het feit is dat er alleen maar discjockeys zijn die die muziek helemaal geen bal aan vinden, die er helemaal niet voor openstaan. Precies. Nou, dat is toch belachelijk. Wat je zou willen is dus een programma waarin ook... Ja, vroeger had je nog oorkussen die er aandacht aan besteden, maar die doet er ook geen bal meer aan. Dat is ook een... dat is nou een reggae-programma of zo geworden. Ja. Jullie voor de rest is er helemaal niks, het is een zootje. Vind ik. Waarvan akte. Jullie muziek heeft heel veel te maken met... het is 3 voor 7. Jij hebt muziek meegenomen, anders kunnen we dat niet eens laten horen. Ja. Wat is dat? Ja, dat zijn de lullabies, kopjes in de street. Waar komen ze vandaan? Utrecht. Okay. En daar maken ze allemaal eigen plaatjes. Ook in eigen beheer? Tuurlijk. Cups in the Street. Van... Ja, dat was dus een hele snelle, want dat moet om 33. Maar goed, dan heb ik mooi de tijd om nog even wat te zeggen. Ja, je hebt gelijk. Ja, er is dus een platenwinkel in Heerlen die onze plaat voor 21 gulden verkoopt in plaats van voor 10 gulden. En dat is, ondanks dat wij daarom hebben gevraagd dat hij zich weer aan de afspraak houdt, doet hij dat niet. Dus wat mij betreft mag daar nou wel eigenlijk een steen door de ruit. Wil je nog één keer zeggen? Je nog een keer, een steen door de ruit bij Satisfaction in Heerlen. Waarom een steen? Nou, we hebben met hem de afspraak gemaakt en met platenzaken dat onze plaat een tientje moet kosten. Ja. En hij vraagt er 21 gulden voor. En dat vinden we helemaal niet leuk natuurlijk. Jullie willen er ook helemaal niet aan verdienen? Nee, en zeker een platenwinkel mag het best aan verdienen, maar geen 11 gulden. Nee. Jos, ik wil nog één vraag stellen, ja? Ook al hebben we daar weinig tijd voor. Jullie muziek heeft heel veel te maken met je hebt gisteren, toen ik je aan de telefoon heb gezegd, de jeugd is eindelijk wakker geworden en dit is hun muziek. Denk je dat zonder, zoals de samenleving nu is, deze muziek ook zou bestaan? Nou, deze muziek is een reactie erop. En de tijd van slap gehark en maar praten, dat niet voorbij. Want met praten en overleg blijkt er niks te veranderen. Dat zie je met kraken en dergelijke. Ik bedoel, als je geen woning hebt, nou, dan zullen ze moeten kraken. Makkelijk zo. Wie komt er volgende week in de gastenband? Ik wou Ronnie Tauber vragen, maar die zit gelukkig ver weg. Dus ik heb Dolf nodig ik hierbij uit. Die heeft een studio in Schellingwouw en die is... Die neemt op. Heel actief. Okay, je hoort de groet van Jan Eilander. Eén nummer één hit is per definitie nog in aanleiding voor 5 kool plat. Jan Eilander. Werd er maar weer een trein gekaapt. Krijgen we eindelijk weer aangepaste gezinsmuziek op de radio. GW. We zullen het even terug laten horen. En een klein stukje op de juiste snelheid. Jan Eilander. Werd er maar weer een trein gekaapt. Krijgen we eindelijk weer aangepaste gezinsmuziek op de radio. Tot morgen.